Nou, als het nog langer duurt, dan pas ik straks onder deze deur door. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hyperepiep! Hoera! Hyperepiep! Hoera! Super chill dat je dit voor Dolle hebt gefixt, man. Maar ik dacht dat is niet acteerde, man, Brenner. Wat zit erin? Donuts! Weet je zeker dat er geen gekke shit met die donuts zijn gebeurd? En dadelijk gaat iemand... Ik ben bij Donkey Donuts geweest. Wat denk je dat ze erin stoppen? Wiet? Wiet? Ja, wiet. Het zou me niks verbazen als ze poppers gebruiken bij Donkey Donuts om die gaten groter te maken. Gast, jij werkt echt al te lang in een gay bar. Ja, hier, Noah vindt het ook. Nou, volgens mij wil Noah gewoon wat vertellen. Dolores is weg. What the fuck? Dit is gewoon lucht. Dolores? Ik ben er niet. Oh, zal ik het anders even proberen? Nee, ik ben niet... Hé, hey, jarige eiken, depressierups, kom naar buiten! Ja, dit gaat helpen. We hebben donuts. Ja. En lachgasballonnen die niet werken. Dolores? Kom alsjeblieft naar buiten. Het is je verjaardag. Dan moet je toch niet alleen zijn? Dat is niet anders dan vorig jaar. Wat heb jij? Nee. What the fuck? Nee, doe normaal. Doe normaal. Nou, dan niet. Ga fucking weg dan. Nee, dat was Floor die... Brada. Jij ziet eruit als zo'n boer die helemaal lijp gaat in een stal ergens. En met je erin... Maastricht en record. Ruïna! Of niet? Sorry, Gulam. Ik heb geen tijd voor een M&M'tje. Ik ben namelijk bijna klaar met alles. Relax. Als je toch bijna klaar bent, kom. Pak maar. Pas goed bij je blouse. Wat valt hier te vieren? De stijgende lijn van mensen met een psychisch probleem? Ik doe mee. Lang zullen ze leven. Vandaag weer de 108.437ste patiënt. Kaching, kassa, cash. Deze jongen krijgt opslag. Mohammed. Kulam. Ja, weet je wat je moet worden, Gamal? Manager. Anderen laten werken, terwijl jij de cash opstrijkt. Hier, check hoe een pro dit doet. Geke, hoe staat het ervoor? Ja, goed meneer. Ik ben bijna klaar met alle dossiers. Echt? Ja. Mooi. Dan heb ik hier de rest. En de volgende keer dat ik hier kom, is alles klaar. Duidelijk? Managing, Ahmed. Gulam. Hey. Wil jij je even? Ik? Nee, de wasbak. Ja, jij. Oké. Dolores. Hey, ik vind het superkut voor je dat je je verjaardag hier moet vieren. Maar wij zijn er om het samen te doen. Oké. Okay. Mijn vriendengroep had vorig jaar een surprise party georganiseerd voor mijn verjaardag. En ik kreeg een paniekaanval en heb mezelf opgesloten op het toilet. Ik durf het tegen niemand te vertellen, maar... Wij begrijpen elkaar hier, toch? Weet je, voor ons hoef je niet weg te rennen. Ja, tortelduifjes. Weet jullie of de schoonmaker al is geweest? Ik denk het. Ja, godverdomme, waarom vult hij dan ook niemand die schoonmaaklijst in? Lijkt als het personeel die net zo gek is als de patiënten zelf. Hallo? Wow. Hey, wacht eens. Maar dat is een goed idee. Ik zet ons personeel ook gewoon op de wachtlijst en krijg wat extra budget van de overheid. Jezus, ben ik slim. Hoewel, dan moest ik weer in de ziektewet. Daar heb ik ook geen zin in. Nee, nee. Oh. Thanks. Donuts zijn echt overhyped. Niet te vreten. Noah, relax. Neem ook lekker een donut. Huh?
Jongens, ik heb dit geval. Ik probeerde niet expres te kijken. Shit. Jongens? Ga weg, Ghulam. Vol is vol. Kijk wat Noah vond. We hebben je brief gevonden. What the fuck? Hoezo denk je dat je zomaar in mijn tas kan zitten graaien? Jij bevestigt echt alles wat ik over jou denk. Ik snap dat je je afzet tegen mij. Maar ik heb jou niks misdaan, hè? Hoe mensen tegen jou hebben gedaan, dat is niet oké. Maar met haat los je niks op, Dolores. Jij bent net als al die andere gastjes met hun nektasjes op het schoolplein vroeger. Elke keer als ik op het schoolplein kwam, spuugden ze me in mijn gezicht, hè? Iedere dag weer. En dat is precies waarom ik in het campagneteam wilde van Geert. Maar ik snap gewoon niet waarom ze me niet toelaten bij dat team. Moeten we het haar vertellen? Snap je dat we ons zorgen maken? Als je zegt dat je niet meer wakker wil worden? Waarom zou ik mijn best nog doen als ik toch nergens bij hoor? Je hoort wel ergens bij. Bij ons. Wij geven om je. Ja. Het maakt niet uit wat voor huidskleur je hebt, wie je balt of wat er in je gedachten omgaat. Het maakt niet eens uit wat voor kleding je draagt. Kijk maar naar Timor. Je bent echt mijn lievelingsdollo. Hey. Oké, 1 donut. Maar zonder sprinkles, anders wordt mijn depressie nog erger. Ik wist wel dat je zin had in gezelligheid. Oh, nee, ik kom alleen maar even voor Dolores. Ze moet dit formulier namelijk nog even invullen. Omdat ze jarig is, klopt haar leeftijd niet meer. En dat betekent dat haar dossier niet meer geldig is. Zou je dat even willen doen? Hyperpiep! Hoera! Hyperpiep! Hoera! Hyperpiep! Hoera! Hé, waar zijn de donuts? Ja, oeps. Maar ik kan ze wel even terughalen. Gaat toch om de smaak, hè? Nee, niet doen. Nieuw. Kijk eens, jongens. Taart. Hey, jullie tatas blijven me verbazen, man. Wat zijn jullie geel vandaag? Gevonden in de kantine. Ah, tuurlijk. Weet je het zeker?